Voor mijn opdracht voor techniek heb ik gekozen voor mijn hobby te laten zien over computers en te laten zien hoe een computer in elkaar zit en welke onderdelen voor wat dienen. Ik ga beginnen met de voeding. Dit zorgt ervoor dat alle onderdelen in de PC stroom krijgen en niet direct worden aangesloten op stopcontact. Ik ga nu de harde schijf aan de SSD erin steken. De SSD is veel sneller dan een normale harde schijf en is ook kleiner. Maar ook een paar keer duurder dan een normale harde schijf. En waar is die? Ik gebruik deze SSD voor mijn besturingssysteem Windows. En die heeft maar minimaal 20 gigabyte nodig, maar... deze SSD is 128 gigabyte en deze harde schijf gebruik ik voor mijn normale info en data op te slaan en die is 1 terabyte. En dan ga ik ook de harde schijf voor stroom voorzien. En dan ga ik het moederbord erin steken. In het moederbord komt alles samen van de onderdelen. Hier komt de grafische kaart en hier komen de RAM-sticks. De RAM-sticks zorgen ervoor dat je, als je programma's, verschillende programma's draait op je PC, dat alles even snel blijft gaan. En hoe meer RAM je hebt, hoe meer programma's je op je PC kunt open laten staan en dat het niet trager wordt. Ja, dat is maar tijdelijk dat dat opstaat. En hier beneden heb je ook een klein gaatje om te zien hoe dat je het erin moet steken. Mm-hmm. Deze twee staafjes zijn samen 16 gigabyte. Dan heb je hier de CPU. Dit is eigenlijk het... brein van je PC en ook een van de duurste componenten in je PC. En hier bovenop, om de CPU te koelen, komt er een koeler op en koelpasta. Een klein beetje is genoeg. Want als je de plat oppervlak van de koeler opzet, dan drukt dat op de pasta en dan gaat dat zelf uitspreiden. Dan ga ik dat nu in de PC steken. Dan ga ik de grafische kaart installeren. Dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld video's en games beter worden afgespeeld. Want soms zit er al een grafische chip ingebouwd in de moederbord, maar die is niet goed genoeg om sommige taken aan te gaan. Om stroom te krijgen. Nou, aan de achterkant moet je dan nog een kabel installeren, zodat de harde schijven met het moederbord verbonden is. En dan uit de voeding pak je de 24-pin connector om het moederbord ook stroom te geven. En om de grafische kaart stroom te geven, pak je de kabel met de rood uiteinde. Dan moet je ook een kabel in de moederbord steken voor een extra voeding. En dan
als laatste, dan steek ik de kabel van de koeling fans in de moederbord voor stroom. Vanachter staan al die dingen met samen verbonden. En dan komt dat met één kabel samen. En dan zijn we klaar en kan ik die aansluiten. Dit is mijn eerste computer die ik voor mijn examen heb gekregen. En die heb ik dan in de winkel zat die in een andere behuizing. Maar die heb ik eruit gehaald en dan deze behuizing erin gestoken. Nee, als ik al de kabeling heb afgewerkt, dan zet ik al die panelen erop en ik heb die momenteel er even afgehaald om gewicht af te halen. Ik begon vroeger met PlayStation te spelen, maar dat was niet goed genoeg voor mij, de kwaliteit. Dus ik ben begonnen met een PC, want daarop kun je dan ook de grafische instellingen op je spel instellen, zodat het beter wordt en kun je ook zelf je componenten verbeteren. Ik ben er ongeveer een jaartje mee bezig. Wat is een component? Een onderdeel in de PC. Ah, oké.